staan hier op de Leuvense dijk bij Groessen en dat is vandaag 27 augustus en vandaag wordt er hier een kunstwerk voor één dag gemaakt om te laten zien hoe vroeger hier het dorp Leuven heeft gelegen. Hoe ze ermee bezig zijn om de huizen en de straat weer een beetje weer te geven. Ja, dit is Daphne en die vertelt net dat ze voor de tweede keer, of voor de derde keer, hoeveel was het? Derde keer. Voor de derde keer hierop bezig zijn met hetzelfde soort kunstwerk, heb ik begrepen. Ja. Nou, het is wel, iedere keer zijn het andere soorten kunstwerken. Dus we laten aan de mensen die meewerken over wat we gaan maken. En de eerste keer hebben we een hele grote draaikolk gemaakt. Een soort van slak, zeg maar. Dus die vooral symbool stond voor het water en het geweld wat er is geweest. En de tweede keer hebben we helemaal langs de dijk een enorme rij van vlaggen neergezet. Zodat als je eigenlijk aan de andere kant hier de dijk op kan rijden, een soort van sein kreeg van hier is wat gebeurd, zeg maar. Ja, ja. En dat is ter herinnering aan? Ja, het verdronken dorp Leuven. Van het verdronken dorp Leuven, ja. Oké. En nu zijn jullie bezig met blauwe doeken. Wat is daar de bedoeling dan precies van? We zijn nu de plattegrond van de huisjes aan het maken die hier gestaan hebben. En dit is eentje van ongeveer 10 bij 10 meter. En daar hebben we nu de outline van neergezet. En vervolgens gaan we het blauwe doek eromheen draperen. Wat eigenlijk dat het verdronken is, dus dat het in het water heeft gestaan. En je ziet tegelijkertijd dan heel goed de contouren van het oude huisje. Ja, ja. En dan gaan we er daar nog in maken. En hier heb je de weg die hier vroeger gelopen heeft richting de dijk. En dat is eigenlijk vrij letterlijk. Gaan we laten zien wat hier ooit heeft gestaan. Ja, ja. Oké, hartstikke bedankt. En als je meer wil weten, dan kan je kijken op verdronkendorpleuven.nl.